Goedenavond iedereen, welkom bij een nieuwe community call. We zijn vandaag de 7e april en we zijn weer begonnen aan een nieuwe maand. Dat wil ook zeggen dat er een kwartaalafsluiting is geweest waar we vandaag wat meer over gaan vertellen. Welke sectoren hebben het best gepresteerd in het afgelopen kwartaal? En daar gaan we vandaag dan ook iets meer over vertellen. Waar gaan we vandaag ook over praten is over wat we verwachten in het komende kwartaal van Bitcoin. Hoe we kijken naar de interest rates van de Fed. Gaan die naar boven gaan of gaan die naar onder gaan of gewoon hetzelfde blijven? En wat verwachten we van de ETF-flows en welke impact kan dat hebben op de Bitcoin-prijs? Bijkomend gaan we het ook hebben over wat de verwachtingen zijn rond de Ethereum spot ETF en de halving van Bitcoin en wat dat uiteraard ook met de prijs kan doen. We hebben afgelopen twee weken toch wel wat dalingen gezien, wat selling pressure gezien door wat outflows van ETF's, minder aantrekkingskracht van de ETF's. Is dat iets dat blijvend is? Dat is hier momenteel de vraag en daar gaan ik en Gwen het vandaag ook over hebben. Dus zoals je ziet, Gwen hebben we vandaag ook in ons midden van Cryptoschool. Elke maand roepen we ze erbij om haar visie over de markt te geven. Welkom, Gwen. Hey iedereen, goedenavond. Fijn om u er terug te hebben. Het is nu al iets langer geleden, denk ik. Ja, het is definitief iets langer geleden. Ik ben er een aflevering niet bij kunnen zijn, maar goed, we zijn weer present. Ja, inderdaad. Nu, om eigenlijk al meteen te starten, gaan we eens kijken naar wat er deze week zoal gebeurd is. Om toch wel een overzicht te geven van de markt. We hebben gezien dat er in de afgelopen week, Pendle heeft het vrij goed gedaan. Die zit ook in die restaking narrative. We hebben die ook twee, drietal weken geleden hebben we die al een portfolio genomen. Hebben we daar ook over gesproken waarom we dachten dat dit narrative zou uitspelen. En dan hebben we ook nog Core. Core is meer AI gericht. Bitcoin Cash, die heeft zijn halving gehad. Dus die heeft vorige week of deze week ergens een halving gehad. Dus daarom dat er waarschijnlijk wat meer hype rond is. Wat zien we momenteel ook? Dat heel veel projecten in de afgelopen week toch redelijk wat verloren hebben. En dat de memecoins vooral, je kijkt hier naar Pepe, Bonk en Wif. Wif, we kennen hem allemaal ondertussen. Dat die toch wel, Floki zit hier ook nog tussen, dat die toch wel sterke dalingen hebben gezien. Ook door de extreme opwaartse prijswaardering. Als we gaan kijken naar afgelopen kwartaal, hebben we twee sectoren gezien die toch het beste gepresteerd hebben. Dat is eigenlijk heel verrassend. Alleen niet zo verrassend, in een bepaald gedeelte niet. De memecoins zijn met een 1300% gestegen. Dus dat is toch wel een bewijs dat de markt nog zeer speculatief is en zeer jong is. Waarom zijn die memecoins in mijn ogen zo sterk gestegen? Omdat er heel veel hype is geweest op het Solana-netwerk. Heel veel congestie is er geweest door een overdreven volume dat erop gecreëerd is geweest. Omdat iedereen zomaar memecoins kan maken. Nu, langs de andere kant vind ik dit niet positief voor de markt, omdat het eigenlijk de developers van fundamenteel sterke projecten heel hard gaat demotiveren, en omdat zij er veel harder voor moeten werken om zulke inkomsten binnen te halen, terwijl memecoins gewoon puur uit het plezier. Ja, voilà. En Google Trends. Ja. En op die manier halen die meme makers, zal ik het zo noemen, veel geld op. Gaan mensen voor de quick game en worden dikwijls gerugpoeld. Dat wil zeggen dat ze met andere woorden geld kwijtspelen. Nu gaat dat... zeg maar, Gwen. Nee, het is ook memecoins zijn vooral een speel van de private sector. Dus je hebt geen institutionele spelers daarin, wat dat ook maakt dat die volatiliteit des te groter is. Hè. Dat heb je bij de gewaardeerde projecten, waar dus al wel meer, hoe zal ik zeggen, gewaardeerd of gefundeerde investeringen zijn ingedaan. Ja. En denk jij, Gwen, om daarop verder te gaan, dat het volume of de winsten, de gains, om het zo uit te drukken, die gemaakt zijn afgelopen weken, dat die gaan doorvloeien naar fundamenteel sterke projecten? Of denk je dat die meteen worden uitgecashed om iets anders mee te doen? Goh, dat is een moeilijke. Ik denk... laten we het zo zeggen, het dumb money, als we het zo mogen noemen, die gaan misschien wel afgeschrikt zijn, of toch hopelijk beseffen dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn. Als we het dan hebben over de meer professionals of de meer geëduceerde beleggers,
Ik denk dat die gaan wachten totdat Bitcoin zich gaat keren. En we moeten vooral dan nu eigenlijk de Bitcoin-dominatie in de gaten gaan houden in zo'n geval. Hè. Van, bij de volgende, na deze correctie van Bitcoin, gaat Bitcoin stijgen. Maar uiteraard, we weten, de markt volgt. Maar dan zal het afhangen van de dominantie. Als de dominantie hoog is, dan weten de meesten ook wel, dan gaan we in Bitcoin. Is de dominantie van Bitcoin laag, dan is het de moeite om terug in altcoins, misschien ook memecoins, te investeren. Maar dat hangt er een beetje vanaf weer, hè, welke hype er op dat moment gaat zijn. Dus ja, vooral die dominantie zeker in de gaten als we terug gaan stijgen naar de correctie. Denk je dat de correctie op dit moment bijna over is, of verwacht je nog meer diepere levels? Ja, we gaan zo'n technisch ja, puur kijken naar de charts. Ik denk dat we nog te gaan hebben. Dus ik denk dat we nog een been naar beneden gaan krijgen, als we het zo zeggen, chartmatig. En dat we dan na de halving gaan consolideren. Ja. Oké. Een tweede sector die we heel goed hebben zien presteren, dat is de real world asset sector. Heeft enorm goed gepresteerd. Iets van een 300... wacht, ga eens even kijken. Iets van een 322% dacht ik dat het was. En dan hebben we vervolgens gezien dat de AI-sector uiteraard er ook bij was. Dat zijn voor mij ook de twee trends om dit jaar in de gaten te houden. Hè? AI en tokenization, of inderdaad, of assets, dat is duidelijk. De vorige keer waren het de NFT's. dit jaar, ik zal niet zeggen dat NFT's dood zijn, lange niet, maar ik denk dat we daar een serieuze scheiding hebben gehad van het kaf en het koren. En je gaat dat dit jaar ook zien. Dus nu zijn het AI-trends en real-world assets. Dat gaat hypen en volgend jaar gaan we er ook een scheiding aan krijgen. Of bij de volgende bearmarkt gaat er ook het kaf van het koren gescheiden worden. Zo gaat dat met die projecten. Waar je altijd moet zeggen, als je investeert in een hype, alsjeblieft, weet wat je doet. en wat het ook is, NFT's zijn ook gewoon iets complexer om mee om te gaan voor de retail. Terwijl memecoins bijvoorbeeld is gewoon aankoop-verkoop. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Terwijl bij minting, bij NFT's, en je moet dan nog weten op welke chain, CLA, terwijl... Ja, tenzij dat je natuurlijk slim bent en in de infrastructuur ga investeren. Wat ik altijd aanbeveel, van, ga niet investeren in de hype, maar in de structuur die de hype draagt. Ja, ja. En wat ik dan ook wel vind van die memecoins, ze zijn heel moeilijk aan te pakken, omdat ze heel snel oppoppen en heel snel verdwijnen. En er zijn maar een tientallen memecoins van de zoveel die eigenlijk sustainable zijn, die duurzaam zijn en al langer op de markt blijven, ja, omdat het echt wel een heel sterke community heeft. Maar er zijn ook nu memecoins ontstaan op Solana, op het Solana-ecosystem, die gewoon ja, voor 2-3 weken echt de hype laten zien en dan weg zijn, waardoor het ook een stuk moeilijker is voor overheden om dat te gaan verbieden, zal ik maar zeggen, omdat het zo vluchtig is ook. Hè. Terwijl bij NFT's is dat een heel ander verhaal geweest. Hè. Terwijl dat 2-3 weken is soms nog lang. Als ik zie bij die nieuwe munten, sommige worden binnen een dag of twee, rugpulls, zoals ze het zeggen. Dus niets voor beginnende investeerders, zeker niet. Want dat is een beetje met de roulette spelen, vind ik dat. Je hebt er eens van, kijk, we zetten er op allemaal een beetje in en ik haal het er wel uit. Misschien, maar dan moet je wel goed weten natuurlijk wanneer je moet verkopen. En dat zal een beginnende trader dan ook weer niet direct weten wanneer dat de high over is, de local high of de grote high, ik zal het zo maar zeggen. Dus niets voor beginnende traders. Traders zeg ik altijd, pak die projecten dat op zijn minst al een jaar op de markt zijn. En niet die, ja, inderdaad. Als we gaan kijken naar de real world assets, hebben we vooral gezien dat hetgeen wat een trek is, is dat nieuwe stablecoins, is ook een soort van real world asset, omdat een tokenization is van een currency, maar dat commodity stablecoins die gebaseerd zijn op goud of uranium of eender wat, wat als onderliggend onderpand, dat die ook wel heel hard een trek zijn. Nu, ik heb hier even een chart opengetrokken van CoinGecko, wat ik wel zeker interessant vond. Welke
welke assets of welke projecten zitten nu momenteel in die sector, hè, als we gaan kijken naar real world assets. En dan zijn er toch een paar die mij, of waar ik al eerder een analyse over heb gedaan, in de Discord groep voor onze premiumleden. We zien hier eigenlijk onze stablecoins, dat die toch in sterke opmars zitten. Tether, Circle, Paxos, je kunt het zo zot niet bedenken. En dan zitten we met dat private credit, dus dat vind ik ook heel interessant persoonlijk. En dan kijk ik hier naar Maple, die toch wel daar ook een hele sterke speler in is. Maar waar ik vooral naar uitkijk, waar we meer maturiteit in moeten krijgen, is eigenlijk die real estate. Hoe gaan ze dat puur structureel op gebied van wetgeving gaan aanpakken? Want het gaat een heel interessant segment openen, ook omdat real estate gewoon heel duur aan het worden is in Amerika bijvoorbeeld. Ja, en dan is dat wel een oplossing. Eerst alles, zoals je zegt, gaat over de wetgeving en het gaat er vooral op van, kijk, real estate is normaal, is makelarij. Makelaars hebben erkende makelaarsnummers, ze ook in de Verenigde Staten. Mm-hmm. En ze gaan eigenlijk bij die makelaars hetzelfde gaan moeten doen als ze bij de exchanges hebben gedaan. Is ze gaan die een soort erkenningslabel gaan moeten geven eer dat je kan gaan tokenized real estate op de markt gaan brengen, want anders gaan ze het, vrees ik, er niet doorkrijgen bij de SEC. Maar we hebben dan ook weer op BlackRock gezien. Ja. We hebben ook BlackRock gezien die daar echt wel op aandringt en daar ook een tokenization fund op Ethereum heeft gelanceerd in maart. Samen dan ook met de Denken upgrade van Ethereum zijn dat toch wel heel positieve ontwikkelingen als wij naar die real world asset overview gaan kijken. En dan zie je eigenlijk bijvoorbeeld dat Ondo heel mooi gepositioneerd zit om een soort van samenwerking eventueel met BlackRock te hebben. Denk je dat BlackRock daar zeker een push in kan zijn als het gaat om een goedkeuring rondom die wetgeving naar de SEC toe? We zien het laatste jaar sowieso dat BlackRock in zijn branche een beetje de leiding neemt, een beetje aan de touwtjes strikt. En tot nu toe, BlackRock heeft een uitstekende reputatie. Het is ook zij hadden denk ik nog maar één keer denk ik een ETF niet goedgekeurd gekregen. Dus het is wel algemeen aanvaard dat die firma een geweldige reputatie heeft. Dus ik denk als iemand het kan doen, staan zij wel in een goede positie. Maar dat maakt, en daar heb ik al langer over gedacht uiteraard, dat als het gaat over tokenisatie, in hoeverre blijft een BlackRock een investeringsmaatschappij een investeringsmaatschappij en gaan zij niet meer en meer ook al die andere taken, makelarij, naar zich toe beginnen trekken? Dat kan natuurlijk, hè. Makelarij, kunsthandel. Nu gaat digital tokens gaat nog via Sotheby's, maar eigenlijk kan BlackRock dat even goed gaan doen binnenkort. Dus misschien gaan we een trend krijgen van die mega-crypto-firma's die omwille van hun vermogen en nu ook hun infrastructuur dit gaan kunnen aanbieden als een all-in-one pakket. Ja. Oké. Projecten die ik bijvoorbeeld hiervan in de gaten hou gaan, om u dat even mee te geven, is dan uiteindelijk Ondo. Clearpool zit er ook in, samen met Maple. En dan Sam, die kijkt vooral naar PropChain en Realty, waar hem heel veel interesse in heeft, maar vooral PropChain. En dan zit je met exchanges die dat aanbieden en dan is Swarm toch wel een van degenen die er bovenuit steekt. Dus dat zijn eigenlijk zo wat de real world assets. Dus dat is wel interessant om te zien. En de enige die ik er nog niet bij had gezien, die ik ook wel nu aan het volgen ben, is die PayPal stablecoin. Hè? Niet omwille van we hebben een nieuwe stablecoin, maar vooral over de educatieve impact dat dat gaat hebben. Ik weet niet hoeveel, maar we gaan zeggen dat zeer veel mensen kennen of gebruiken PayPal. En gaat via PayPal in aanraking komen met, of een nieuwe manier voor beginners om in aanraking te komen met crypto. En ik denk ook wel dat dat weer een boost gaat geven van nieuwe investeerders, of toch geïnteresseerden. En weer de adoptie nog gaat vergroten. En dus ook de algemene inflow van geld, hè. Ja, dus PayPal ben ik ook in de gaten aan het houden wat zij doen. Ja, en dan hebben we als derde grote, dat is AI. We hebben real world assets met 286% zien stijgen in het laatste kwartaal. Dus dat is zeer goed. AI met 222%.
Nu, de vraag die ik voor u heb gewoon is van naar welke sectoren of welke narratives, het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer, kijk jij voor het volgende kwartaal? Denk je dat deze narratives gaan blijven aanhouden of kijk je naar iets totaal anders? Goh, ik ga eerst de eerste narrative, of het eerste waar ik nu naar kijk, is de halving. Mm-hmm. En kijken welk effect dat gaat hebben op de markt. Omdat je weet sowieso dat nieuwe trends zich ontwikkelen, of laten we zeggen, zich presenteren als de markt terugstijgend is. Dus zolang dat we nu in pre-halving correctie zitten, tot mei, verwacht ik weinig. Dan is het, na mei hebben we nog maar 1 maand en dan zitten we aan de grote vakantie. Mm-hmm. En in de grote vakantie is het ook een heel luwe periode, waarin dat de markt traditioneel zijwaarts gaat of licht daalt. Dus ik kijk vooral eigenlijk naar Q4 nu, voor het laatste kwartaal, voor te kijken wat zich daar gaat aandienen als de volgende kans. Maar ik ben nog een beetje wachtende. AI, ik weet het niet. Of het tot het einde van het jaar gaat houden, omdat AI is een global hype, hè, die zich doortrekt nu naar crypto. Hè, dus AI is in de echte off-chain world een hype. Dus mensen trekken, we trekken dat door. Zonder dat daar genoeg, vind ik, volgens mij, fundamentele elementen voor zijn voor die hype te dragen. Dat is net zoals bij die NFT's. Of in het begin met ICO's. Snap je? Je hebt een hype die dringend gefilterd moet worden. Dus we gaan zien, als de hype zich doortrekt in de off-chain-wereld, in de gewone wereld, dan zal die zich dan misschien ook doortrekken. Maar we gaan, denk ik, wel de eerste afvallers gaan zien vallen. Ja, dus er gaat eigenlijk een natuurlijke afvalrace gaan plaatsvinden. Er gaat een natuurlijke afvalrace komen, die we dan gaan zien. Wie overleeft tot eind augustus, september, wanneer traditioneel dan het meest intensieve seizoen van de cryptomarkt begint, Q4. Ja, oké. Een fijne chart die daarop aansluit en wat u ook wel gaat interesseren, Gwen, is de volgende. Dus we hebben gezien dat 2024 nog steeds het jaar is tot nu toe van AI en dat Bitcoin toch wel vrij goed volgt. En wat we gebruiken ze eigenlijk als benchmark hier. Dat is Nvidia, heeft in 2023 een 239% gedaan, Bitcoin een 155%. Dus ja, 65% dit jaar al voor Bitcoin is zeker niet slecht als je gaat kijken op kwartaalbasis. En Nvidia doet het net iets beter, maar als je gaat kijken naar de rest, ja, dan zijn deze twee meer in de innovatieve sector degene die in 2024 overheersen, wat toch wel mooi is. Ja. Waar ik ook nog serieus aan tillen en opvolg, dat is regulering dit jaar. Hè? Dus wat is er dit jaar vooral, denk ik, op het menu van onze wetgevers? Dat is, denk ik, de ecologische voetafdruk van al onze proof of works. En in hoeverre gaan zij dat reguleren? Wat effect gaat dat hebben, vooral op Bitcoin? En dan mag je, denk ik, die lijn wel, misschien niet direct, maar wel uiteindelijk gaan doortrekken naar al onze altcoins. Nu, we zitten post-halving. Ik heb tot nu toe nog geen enkele reden om aan te nemen dat we niet, zoals de vorige keren, gaan starten aan onze echte exponentiële bull run. Maar ik waarschuw toch even een frisse, misschien nuchtere kijk te hebben, omdat we zitten in een nieuw tijdperk wat Bitcoin betreft. We zitten nu met vooral institutionele spelers die hun eigen regels op die markt hebben. Hè? Die veel vasthouden. Dus we kunnen misschien te maken hebben met liquiditeitsproblemen. Daar hebben we het in het verleden nog mee gehad. Ik wil dat dit jaar zien uitspelen, omdat ik vind, het is een beetje voor mij Bitcoin geweest, een nieuw ballgame. Dus we kunnen gaan concluderen dat we na de halving misschien terug de exponentiële groei gaan hebben. Maar ik blijf zeer waakzaam deze keer. Denk je dat deze cycle een Bitcoin-gecentraliseerde cyclus zal zijn en dat altcoins een beetje meer in de kou gaan blijven staan? Goh, omdat het echt, omdat om echt die ETF trekt alles naar Bitcoin op dit moment.
en niet naar in die outeren. Institutioneel gewijs wel. Ik vind dat de altcoinmarkt nog altijd kan genieten van de voor- en nadelen van de privémarkt. Veel meer. Ze gaan willens nillens wel moeten inzien dat Bitcoin natuurlijk de markt domineert en dat de cyclus zal volgen, tenzij dat je een soort ontkoppeling gaat krijgen tussen de alt- en de Bitcoin-markt. Maar dat is tot nu toe nog nooit geweest. Nee. Misschien dat het kan zijn door de verschillende soorten investeerders dat je een ontkoppeling gaat krijgen. Dat Bitcoin zijn eigen ding gaat doen en dat altcoin eigenlijk verder gaan op de cyclus zoals ze gewoon zijn met privaat kapitaal. Maar ook dat... Ik heb geen glazen bol, maar ik wil gewoon zeggen van hou het in je achterhoofd. Ga er niet vanuit dat het verleden zich per definitie gaat herhalen. Dat kan, maar je moet altijd nuchter blijven en voorzichtig in deze dingen. Tuurlijk, dat is ook zo. Waar ik persoonlijk zelf naar kijk gewoon in het volgende kwartaal, is vooral ook die AI-sector die ik toch wel blijf opvolgen. Restaking, omdat dat nu toch wel stilletjes begint op te komen en we zien dat Pendle daar ook wel de koploper in aan het worden is. En waar ik dan ook vooral naar kijk, is onze zijn onze layer 2's. Omdat layer 2's met die denken upgrade van Ethereum zien wij dat layer 2's dat het daarvoor veel interessanter wordt, omdat die transactiekosten heel sterk zijn afgenomen. En omdat hoe meer DeFi gebruikt wordt, DeFi is als vierde sterkste stijger dit kwartaal eruit gekomen. Hoe meer DeFi gebruikt gaat worden, hoe meer die layer 2's ook gebruikt gaan moeten worden en gaan die naar voren komen. Dus dat is wel interessant. Wel, dat is ook voor mij een logisch gevolg van die Ethereum upgrade en sharding en die lagere transactiekosten. Dat was voor mij een logisch gevolg. Alleen wil ik zien, DeFi... DeFi is dat is geen hype meer. Hè. We mogen nu zeggen dat is here to stay. En ik denk wel dat we daar goede projecten in hebben. DeFi's zwakste kant voor mij blijft nog altijd de bugs die je gaat vinden in bruggen en in pools. Ja, dus ik blijf er persoonlijk nog altijd van af. Omdat ik vind het niet veilig genoeg. Is er veel geld in te verdienen? Zeker wel. Maar DeFi moet voor mij nog af van het, programmatorisch zwakke imago, dat dus een open deur biedt voor hackers. Ja, het is al gebeterd. Het is al gebeterd, ik zal eerlijk zijn. Maar er zijn weer nieuwe chains, hè, dus die ook met DeFi bezig zijn. En ik wil gewoon zien dat permanent eruit gefilterd wordt, dat die bruggen, want DeFi berust op bruggen en bridges en swaps. En daar gebeuren de meeste hacks uiteindelijk. Daar gebeuren de meeste hacks. Als je gaat beginnen communiceren tussen die, de interoperabiliteit, hè, die een tongtwister weer, dat had ik ook vorig jaar gezegd, dat ging het thema worden van dit jaar. Zeer interessant om in te investeren, maar weet... Het is een beetje gevaarlijk. Oké. Als ik nu kijk, we zijn nu over die chains bezig. Dan hebben we daar een heel mooie aansluiting op. Base hebben we in de afgelopen tijd heel hard zien runnen. Door de congestie die er heeft plaatsgevonden van memecoins op Solana, zijn ze overgestapt naar Base. En wat we eigenlijk zien, wanneer we gaan kijken naar de flow, de money flow, dan zien we eigenlijk dat Base hier als derde grootste uitkomt, terwijl die ergens het einde kwartaal van 2023 nog maar gelanceerd is. En nu al bij de grote jongens van Solana en Ethereum meedraait. En wat opvallend is dat die zelfs beter presteert dan Arbitrum, terwijl Arbitrum eerst als derde was. Dus we zien hier dat Base meer en meer aan het opkomen is, ook al heeft het geen eigen token. En dat daar toch wel, we hebben nu gezien, Nvidia is een aandeel, maar presteert op dit moment beter dan Bitcoin. Dus als je je picks goed doet, omdat dat puur AI gebaseerd is, kan dat hetzelfde resultaat zijn met het aandeel van Coinbase. We hebben nu ook gezien, we hebben hier een analyse gemaakt op 5 februari. Waar de pijl staat, had ik daar mijn entry gezet.
En sindsdien een 136% zijn we gestegen. Nu is die gezamenlijk met de rest van de cryptomarkt uiteraard zo wat meer neerwaarts aan het gaan om richting die 208 eventueel support te zoeken of rond die 174. Denk jij dat het aandeel Coinbase dat ook een belangrijke rol zal spelen in 2024 als crypto gerelateerd bedrijf? Of sterk gecorreleerd alleszins ermee? Maar als veiligere optie? Misschien? Het aandeel Coinbase hangt volledig samen in mijn optie met hun relatie met de SEC. Dat is ook. Het is tot nu toe denk ik de enigste beursgenoteerde. Ja, klopt. Dus ja, hoge bomen vangen veel wind. Want ze zijn nu aan het pushen om meer duidelijkheid rond de regulatie van crypto te hebben met de SEC. Ze zijn daar ook in een verordening. Maar jij en ik weten ook hoe dat de SEC dat kan uitspinnen, daar zijn tijd voor neemt. Dus het aandeel Coinbase, op welke dingen ben je hier nu bezig? Op welke charts gaan we dit dan zien? Coinbase zelf is het. Ja. Dus ja. Het aandeel Coinbase voor mij ook weer hangt samen met de SEC en blijft 2024 het jaar van de verdere regulering. Als Coinbase dit jaar overleeft, dan is dat denk ik de moeite om dat in een dip aan te kopen, zeer zeker. Ja, oké. Okay. Ja, dat is ook wat onze mening daarover is. Verder hebben we nog een interessante ontwikkeling gezien als het op Grayscale aankomt. We hebben ook veel outflows gezien van onze vriend Grayscale. Maar ze gaan ook een fund lanceren. En wat daar heel interessant in is, welke zitten in dat fund? Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. Heel raar. Oh. Ja. Avalanche. En eerst zat er Matic bij. En ze hebben Matic er ook gewoon uitgehaald, omdat die problemen heeft gehad met het netwerk zelf. Ja. Sindsdien is Matic heel hard achteruitgeschoven, terwijl die in die layer 2-sector een heel sterke speler was. Denk jij dat Polygon nog terug zal floreren? Of heb je daar een minder gevoel bij? Want in het begin 2024 was ik toch wel vrij bullish op Polygon, maar die mening begin ik ook meer en meer te gaan herzien, omdat die overal precies toch wel wordt buitengesloten door nieuwe projecten die naar voren aan het pushen zijn. Je moet hier eigenlijk een beetje denken aan het ADA-verhaal. Dus wat is er met ADA ook gebeurd? Als jij begint te investeren in een crypto of in een netwerk, meestal investeer je in een niet werkend product. De meesten weten dat niet, maar dat is een niet werkend product dat hopelijk al toch op een testnet staat. En waar dat de mainnet launch natuurlijk door alle investeerders met haviksogen wordt bekeken. Wat is er met ADA gebeurd? Die hebben toen ook problemen gehad met hun netwerk, waardoor dat ze eigenlijk bijna de vorige bullrun voor een stuk gemist hebben. Ze hebben dan nadien rechtgezet. Maar je moet goed zien, als jij als jij problemen hebt met je netwerk, dan schrikt dat investeerders af, omdat je eigenlijk je belofte niet nakomt. Er is weinig fundamentele analyse te doen in crypto, toch niet als je het vergelijkt met traditionele stok. Maar dus de werking van je netwerk is een groot item. Daar kan je geen fouten in veroorloven, daar mag geen downtime zijn. Dus als jij dan kinks in je netwerk hebt en je krijgt je investeerders niet ervan overtuigd, wat dan waarschijnlijk hier het geval zal zijn, dat niet meer gaat gebeuren, dan gaan zij in cryptoland kijken naar andere. Er zijn momenteel genoeg nieuwe spelers op de markt die direct met een schone lei, voortbouwend op natuurlijk het gedane werk door de pioniers, met een schone lei beginnen en die interessanter zijn voor investeerders. Dus ik zeg altijd, in crypto, het is niet, de gouden oude zijn niet altijd meer de beste en ik vrees dat Matic hieronder gaat vallen. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb ook meer en meer dat gevoel, dat is toch iets wat begint op te vallen, dat Matic meer en meer dat momentum begint te verliezen. En dat is toch wel belangrijk in crypto om die momentum te kunnen houden. Hè? Je moet die momentum houden en een downtime op je netwerk. Bijvoorbeeld een Solana, die hebben dat wel overleefd.
Ja? Mm-hmm. De Solanen, die hebben ook denk ik momenteel alles overleefd. Die hebben ook FTX overleefd. Dus oké, die krijgen het toch wel gedaan dat hun investeerders en de projectontwikkelaars blijven geloven in hun project. Hoe dat ze het doen, ik weet het niet. Ze zullen waarschijnlijk ook wel heel goed communiceren. Maar ja, zo zie je maar. De ene overleeft het wel, de andere niet. Ik denk dat veel valt en staat met de communicatie naar de grote investeerders. Ja, sowieso. Om dan verder te gaan, gaan we het eens iets dieper hebben over de ETF's. Eerst en vooral, wat is uw mening als het gaat om de Ethereum Spot ETF? Denk je dat die 23 mei is de uiterlijke deadline? Het kan ook eerder goedgekeurd worden, maar dan moeten ze absoluut een concrete beslissing hebben genomen of het alleszins formeel hebben laten weten. Denk jij dat het eerder een verhaal wordt voor het einde van dit jaar? Of zou het nu al kunnen? In principe... Allee, theoretisch... theoretisch zou ik zeggen, het kan nu. Ja, maar omdat alle voorbereiding gedaan is. In het hoofd van Gary Gensler. Mm-hmm. Ik vind dat een hele moeilijke. Ja, het kan ook zijn als de presidentsverkiezingen door Trump worden gewonnen en daar wordt een hele herschikking gedaan bij die SEC en Gary Gensler wordt van de troon gestoten en er komt een andere in de plaats die pro-crypto is. Je gaat een heel ander verhaal krijgen natuurlijk, hè? Dat ook. Er zijn te veel factoren eigenlijk, vind ik, in dit verhaal. Ja. Ik denk dat de lancering of het aanbieden van de ETF, ik denk dat die wel in orde is. Dus dat het nu puur afhangt van onze Gary en zijn vervanger. hopelijk. Hoe dat gaat uitdraaien, ik denk wel, want er zijn geruchten dat hem naar de Treasury zou gaan. Ja, heb ik ook gehoord. Dus, ik weet niet wie dat we in de plek gaan krijgen. Nee, ik ook niet. Ik denk altijd erger kan niet, maar ja. Hopelijk dus, van niet, man. Ik ga zeggen, misschien dan hier no comment voor één keer. Ja. Ja, nee, inderdaad. Ik denk dat het vooral afwachten wordt. Maar het zou ideaal zijn in combinatie met een april. We hebben 20 april of 19 april de Bitcoin halving, minder dan 20 dagen. Dus het begint echt af te korten. Ik weet niet of mensen dat beseffen. Maar 4 jaar geleden zaten we hier ook af te tellen. En te doen alsof er iets wonderbaarlijks ging gebeuren. Maar geloof me, mannetjes, die prijs die gaat niks speciaals doen, hoor. Allee, het is pas na enkele weken dat je daar misschien wat effecten van gaat zien. Nu, met die ETF's kan dat al eerder zijn, hè, als er wat inflow gaat zijn. Weet, de inflow die we nu hebben gehad in de laatste 8 weken van 12 miljard, we hebben in principe maar 6 miljard niet meer nodig om hetzelfde te kunnen creëren, qua aanbodschok. Ja, dus dat is wel interessant. En dan komen we met die Ethereum ETF, Gwen, waar ook een heel interessant aspect zit, dat Bitcoin niet bezit. En dat is dat ze ook een staking procedure hebben ingediend bij de SEC binnen die ETF van Ethereum. Dat is interessant. Wat eigenlijk nog meer schaarste kan gaan creëren, zeker als je met institutionele investeerders of entiteiten gaat werken. Want ik denk ook daar weer dat je een money shift gaat zien. Ja, ik denk dat ook. Een money shift, want momenteel, dat is niet abnormaal, maar momenteel zien we inderdaad dat de total value locked op Ethereum is aan het halen. Dat is niet abnormaal, maar dat is natuurlijk wel voer voor... Deze jongens die krijgen liquiditeit, die ze kunnen gaan lekker opsoeperen. dus op dat gebied maak ik mij geen zorgen. Het is eerder van wanneer. Ja. En is Bitcoin nog steeds bezig aan zijn bullrun? Natuurlijk, vraag 2. Hè? Ik denk wel dat het tijdens deze bullrun gaat gebeuren, maar stel je voor dat dat niet zou zijn... Ja. Dan moeten we wel zien dat we niet het Bitcoin-verhaal gaan krijgen met de CME Futures, dat het zich in een bear market gaat voltrekken. Hè? Ja. Oké, als we dan gaan kijken naar de flows, zien we dat we deze week terug wat inflows hebben gehad van afgelopen week. Zien we ook wel iets heel interessants. Dus de paarse is de outflow weliswaar door onze vriend Grayscale, maar Invesco zit er ook tussen en 21 shares, dat is van ARK Invest, normaal.
Die hebben ook wat outflow getoond. Dus, maar we zien wel dat die outflows aan het afzwakken zijn, terwijl de inflows hier in de laatste periode steeds hetzelfde zijn geweest. Ja, als we gaan kijken naar welke jongens het beste doen, dan zien we dat Grayscale met de ongeveer dezelfde grootorde zit, of bijna, als de outflow, BlackRock met dezelfde grootorde zit qua inflow, als Grayscale qua outflow. In combinatie met Fidelity is dat toch wel mooi om te zien. Als ik dan ga kijken naar wat meer data, dit vind ik een heel interessante, om u een idee te geven hoeveel er door BlackRock wordt gekocht. Dit is Coinbase en dit zijn de aankopen van BlackRock. Dat is gewoon insane. Dat is echt insane. En dan heb je hier BlackRock, die ook nog, ja, ik weet niet, dat zijn ook nog connecties bij andere wallets, waaronder hier zit Gemini Circle. Help mij, ja. Tim, wat ben ik aan het kijken? Naar wallets? Of naar... Dit zijn allemaal wallets, ja. Dit zijn allemaal wallets, ja. Ja, ik kan het niet zien. Ja, dit zijn allemaal wallets en transacties. Ja. Voor eigenlijk de aankopen te doen van de ETS. Of de inflow te creëren. Dan hebben we hier ARK Invest, die eigenlijk ook heel veel wallets heeft opgezet. Waar Coinbase hier linksonder... Oei, wacht, sorry. Ja, ik zie niet waar je bent. Hier, voilà. Ja. En dan hebben we hier linksonder hebben Coinbase, van waar ze uit opereren. Maar je ziet dat er heel veel walletadressen zijn. Maar heel interessant om te zien. Ja. Ik heb daar ook nog wat live data van. We zien hier dat BlackRock een waarde van 17 miljard momenteel heeft geaccumuleerd. En de laatste keer is er nog 419 miljoen bijgekomen. En die bull... Nieuwe. Ja, ja, voilà. Maar we zien ook hier die bull-portfolio, die is er ook bijgekomen. En daar zit Rio in, Polymesh, Cedola ken ik zelfs niet. Dat is 1 minute ago, 105. Maar ik weet nu niet, ja, het zal wel niet zoveel zijn. Het zullen testtransacties zijn. Ja, maar we zien dat BlackRock op beide fronten, zowel die Real World Asset als die ETF's, dat ze daar echt wel op aan het inzetten zijn. Dus dat is wel... Allee, ze zijn wel aan het overheersen, hoor. Nee, allee... Ja. Ik denk dat zij duidelijk de first mover willen zijn op, als het aankomt op institutioneel investeren in crypto. Ja. En, ja. Ja, het is echt een demonstratie, hè. Ja, ja, het is, ik kan het niet anders zeggen. En wat hier heel interessant is, je ziet hier ook een heel mooie opbouwende portfolio van gestage accumulatie. Als we gaan kijken naar Fidelity... Ja, die wacht, hè, ik moet hem even tonen. Dan zien we eigenlijk dat die eigenlijk geen gestage portfolio aan het opbouwen zijn. Die zijn gewoon aan het kopen, verkopen. Maar die blijven eigenlijk uiteindelijk break-even staan. Dus wat ik zie ook al precies alleen maar BTC aankopen. Bij hun ja. Ja, ja, dus enkel BTC. Enkel hè? BTC, niks diversificatie. Ja, ja. Ja, dat is puur koop en verkoop dan. Hè. Ja, het is dat. En dan heb je hier Grayscale. Is ook een heel interessante. Ja, hier zie je 2 days ago outflow van 600.000 bitcoins, ja. Komt overeen met 40 miljoen. 538.000 bitcoins komt overeen met 35 miljoen. Dus dat was eigenlijk allemaal op dezelfde dag. En totaal was er op... Je ziet dat je duidelijk dat dit zijn andere strategieën, hè? Ja, voilà. Allee, dit is een totaal andere strategie. En waarin dat BlackRock momenteel tot nu toe doet, mensen... demonstreert dat er een andere manier is om met die markt om te gaan dan puur bitcoin te verhandelen. Ja, maar wat Grayscale doet momenteel, vind ik eigenlijk een zeer slimme move. Want ze zijn eigenlijk outflow aan het creëren. Mm. En dus ze zijn eigenlijk aan een hoge fee-waarde dat aan het laten leeglopen of outflow aan het creëren. Waardoor BlackRock eigenlijk moet zorgen dat het aantrekkelijk blijft of dat de bitcoinprijs aantrekkelijk blijft en inflow creëert. Want mensen zijn psychologisch, die gaan niet kijken naar hoe laag de prijs staat. Die gaat kijken van, doet bitcoin het goed? Dus zij moeten daarmee gaan concurreren. Allee, dat is de psychologie een beetje... Dat vind ik dat is een risico als je het liquiditeitsgewijs gaat bekijken, hè. Sowieso. En als je dan gaat kijken... Ik vind dat niet zo slim dan weer. Ja, ja, maar ik denk dat ze juist andersom aan het denken zijn, omdat ze meer moeten gaan kijken van, ja, wat denkt de retail en wat denken onze investeerders? Want ik denk dat investeerders heel anders denken dan bijvoorbeeld ons, het staat laag, we gaan kopen. Nee, want dan is die paniek te groot. Nee, normaal is dat... Dat is de vraag. Ik stel me echt serieuze vragen bij wat is de aandeel van retail momenteel?
Ja, niet veel, denk ik. Oh, well, ja. Mm-hmm. Dus allee, ja. Het gaat over investeerders en die willen lange termijn, dat is gebleken. En ja, die gaan juist, die willen opkopen. Dus in die zin vind ik het een beetje een onlogische strategie. Maar wat ik interessant vind, hè, dus we hebben drie segmenten in dit verhaal. We hebben de outflows van Grayscale. Ja. We hebben de inflows van BlackRock. Maar BlackRock gaat ook een tokenized fund op Ethereum lanceren in dezelfde periode. Maar wat zien we bij Grayscale? Bij Grayscale zien we eigenlijk ook dat ze een fund gelanceerd hebben. Dus volgens mij zijn investeerders niet zozeer op zoek naar een Bitcoin-ETF die enkel Bitcoin bezet, maar een mandje van verschillende assets. En daar speelt Grayscale op in. Dat is altijd het handigste. Dus. En, ja. Ik zeg het alleen, Ripple verbaast mij een beetje. Ja, mij ook. Maar het is wel interessant om op te volgen, ja, natuurlijk. Als we gaan kijken naar meer de venture capital sector, heb ik ook wel een interessante iets om te laten zien. Quarterly raised zitten we op een 2,9 miljard, wat overeenkomt met het laatste kwartaal van -23%. De deal count, het aantal deals dat ze hebben gedaan, is wel met 45% gestegen ten opzichte van het vorig kwartaal. Maar we zien hier dat we een daling hebben in de fundraising. Maar de fundraising was in eind 2023, het laatste kwartaal van 2023, wel extreem goed. Maar we zien dan bijvoorbeeld Eigen Labs, dat waren de biggest rounds. Dat was een serie B van 100 miljoen. Hashkey Group met 100 miljoen. En dan heb je Optimism, die daar ook nog tussen zat. Sama zit met een 73 miljoen. En wat dat juist is, dat weet ik niet. Dat heb ik nog niet bekeken. Maar wat interessant is, is dat toch ook wel een serie A ronde was. En dat dat geleid is geweest door Multicoin Capital en Protocol Labs. Dus die zijn wel vrij bekend als het om venture capital gaat. Dus dat is ook wel... die crypto fundraising doet het nog wel altijd steeds goed. Want ja, 3 miljard is natuurlijk niet weinig, denk ik. Of hoe kijk jij daarnaar? Vind jij dat een mooi bedrag voor het laatste kwartaal dat we nu hebben gehad? Gezien de state of the markt vind ik dat wel, goed, ja. Ja, nee. Voilà, dus dat. Dat is, ik sta er eigenlijk een beetje stom van. Ja, dus, goed. Dan gaan we verder naar het volgende, Gwen. Dan deze. We hebben nu een ding gevonden, een dashboard gevonden op Arkham, waar je eigenlijk Marathon Digital kunt volgen. Dat is een van de grootste mining companies in de wereld, als ik me niet vergis. Is dat de grootste? Ja, ik denk het wel. Hè. Nu, wat zien wij? Dat die eigenlijk van Coinbase naar hun custody wallet continu versturen. 6400 bitcoins. 3 uur geleden 6379 bitcoins, 6 uur geleden 6318 bitcoins. Dus die zijn hier heel sterk aan het accumuleren. Maar wat ik mij herinner... Welke beweging zien we hier? Van hun eigen wallet naar... Van Coinbase, hè, dus ja. Ze gaan eigenlijk hetgeen wat ze op Coinbase binnenkrijgen, ja, naar een self-custody wallet sturen. Nou, oké, dus het is outflow uit exchange. Ja, maar dat is goed. Maar dat is wel super bullish. Ja, dat is heel bullish. Normaal creëren miners eigenlijk een outflow voor de halvings. Dus daarom dat je meestal ook een daling ziet voor de halvings, terwijl een van de grootste nu gewoon nog steeds aan het accumuleren is en niet zozeer aan het verkopen. Het enigste argument dat ik daarvoor heb gevonden nu, is dat, dat men verwacht eigenlijk dat... dus miners verdienen op twee manieren. Dat is inderdaad... Ordinals. Ja. Maar ook de, inderdaad, daar heb je het al, dus de fees. En de fees zijn... dankzij inderdaad ordinals en misschien binnenkort dat er toch via een of andere layer 2 of een extra layer 1 dat er toch gaan kunnen dApps gedraaid worden op blockchain. En mij lijkt het dat zij daarop aan het inzetten zijn. Ja, wat mij vooral intrigeert is eigenlijk Zeus Protocol is deze week gelanceerd. Het is een airdrop geweest waar er nog van gaan komen. Maar Zeus Protocol is een project dat gebaseerd is op het Solana-ecosystem. Maar die zorgt er eigenlijk voor dat er op het Solana-ecosystem web de bitcoins kunnen gecreëerd worden. Dus dat daardoor ook bitcoin als onderpand wordt gebruikt, wat toch ook wel tractie kan creëren in die dingen, niet? Goh, lijkt me wel een interessant project.
Ja, maar dat zijn voor mij zijn dat eenmalige. Ja, eens dat een bitcoin is wrapped, is een wrapped. Snap je? Ja, voilà. Dat is niet zo, moet ik zeggen, zo levendig als ordinal transacties. Ja. Nu, natuurlijk, hoe meer toepassingen er gaan komen, dat gaat een tijdelijke stijging geven. Maar dat gaat voor mij niet de nodige fuel geven. Dan kijk ik echt meer naar ordinal toepassingen en zo. Ja, oké. Oké, top. Dan hebben we ook gepraat, of waar ik het ook over wil hebben, is over de 2 miljard die de Federal Reserve heeft verplaatst van Silk Road. Dus als we daar naar gaan kijken, heb ik ook een interessante chart van. En dat is eigenlijk deze. We hebben hier de wallet gevonden van Mr. US Government, die op dit moment een 15 miljard bedraagt. Dat is toch wel extreem, hè? Dus we kunnen zien dat ze hier... Ik kijk dan, dat zijn alle inbeslagnames? Of... Ja, alle inbeslagnames. Oké, alle inbeslagnames. Dat is wel fijn. Ja, ik hoop dat maar... we daar ook iets van gaan zien. Ja, maar wat mij vooral interesseert hier zo, zien we dat de US government eigenlijk dan naar een ander adres heeft gestuurd. Een outflow van 14.000 bitcoins, wat overeenkomt met... hoeveel is dat? Redelijk wat. En nu, ik kan het niet volledig zien. Maar dat is 22 uur geleden gebeurd. Maar dan zien we hier ook vijf dagen geleden de US government toch wel wat fondsen van Silk Road heeft verplaatst naar waarschijnlijk de mensen die daar recht op hebben, veronderstel ik. Wel, ik hoop dat ze inderdaad het geld kunnen terugbrengen van waar het komt. Ik weet echt niet, ik kan me echt niet indenken, ik weet niet of jij dat weet, Tim, in hoeverre dat de US government, voor te beginnen, staat met het uitvlooien van dat kluwen van waar komt het? Hè? Wie zijn de uiteindelijke slachtoffers? En wie moeten we eerst vergoeden en hoe? Ik weet het niet. Ik denk dat het puur via de rechtbank gaat en dat daar bepaalde auditors op zitten of zo. Ja, maar kunnen ze identificeren, die 15 jaar? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Het komt, of gaan ze zeggen van kijk, wij gaan het procentueel verdelen over alle slachtoffers? Daar heb ik nog niets van gehoord hoe dat ze dat gaan doen. Ja. Dus dat speelt al mee. En ook, ze moeten nog wat ik heb gelezen is dat dit wacht op het wettelijk kader hier rond, weer al. En dan is ook mijn vraag, wat gaan ze doen? Als ze wettelijk moeten uitbetalen, dan kan dat theoretisch gezien, en kunnen ze zeggen van oké, het wettelijk kader is er, we hebben al slachtoffer geïdentificeerd en we gaan dat in één keer uitbetalen. Zij hebben geen enkel nut of geen enkel, denk ik, baat bij te gaan denken wat dat gaat doen voor de bitcoinkoers. Nee, dat is ook... Ze gaan daar niet in treintjes mee werken, ze gaan er gewoon ja, ineens. Tenzij, ja, maar ze moeten natuurlijk ook wel zien, wat gaan ze de slachtoffers, hoe gaan ze die uitbetalen in dollar of in bitcoin? Ik vind dat een complex kluwen. Nu, zo'n ding, dat is altijd een zwaard van Damocles. Hè. Damocles, we hebben dat vroeger ook gehad, hè, met MT Gox, we hebben dat gehad met FTX. Tot nu toe dat is altijd, zeggen, ja, de markt tot altijd mooi. Ja, het is fout, maar de markt heeft tot nu toe toch altijd, vind ik, redelijk goed overleefd. Geabsorbeerd, ja. Dat is ook zo. Dus ik denk ook dat deze 2000... je mag nog altijd niet vergeten, we zitten met, als je lange termijn denkt met die institutionele, zitten we met het gevaar van liquiditeitstekorten. Dus extra bitcoin die wordt vrijgegeven, is een oplossing voor dat probleem. We zullen het glas half vol bekijken. En ik denk dat de markt wel in staat is van dit te absorberen. Ja, oké. Oké, dan gaan we naar het volgende gedeelte. En dat is nog een 20-tal minuutjes, als dat oké is, vroeg Gwen. Om te kijken naar die technische analyse. Start jij met de technische analyse of begin ik, zeg maar? Nee, ik wil even wachten. Zie je mijn scherm, Tim? Jawel. Oké. Dit is Bitcoin, hè? Ja. Dit is Bitcoin. CME. Dit is even de CME. Hè. Waarom? Voor de mensen die het misschien niet weten, ik krijg de gemiddelde van de 5 grootste spotbeurzen. Maar niet te vergeten, natuurlijk, CME treedt niet in het weekend. Dus daarmee dat je hier ook wel een klein
prijsverschilletje nu gaat zien met bijvoorbeeld een andere beurzen. Nu, je weet, Tim, hè, ik hou van Fibonacci-treden. Voor de mensen die ons niet kennen, we verschillen in mening, maar we komen uiteindelijk wel op hetzelfde uit, ongeveer. Hè, Tim? Ja, natuurlijk. We gaan hier even... Ik ga even naar de week gaan. Dus, Bitcoin is mooi naar omhoog geschoten. Het enigste wat ik nog een beetje aan het kijken ben, is dat we RSI-gewijs nog altijd onder de hoogte zitten van de RSI van de vorige top. Nu, voor mij is dat momenteel nog geen issue, maar ik noteer het even. Boven ons, de grootste, we zitten nog steeds boven onze trendlijnen. Dan spreek ik nu over de diagonale, die ik wel te verstaan minder belang hecht dan onze horizontale liquiditeitszones. Wij zitten voor mij op de week, nog altijd, en nu gaan we inzoomen. Wacht, ik ga dat hier even zo, dan gaan we het beter zien. We zitten hier nog altijd in een zone, dus voor mij komt er momenteel op aan, en je gaat dat ook zien, ik weet niet of dat jij zicht hebt op de longs en de shorts, maar bijvoorbeeld de shorts op 69.000, die zijn, daar ga ik het zelfs over hebben. We gaan even onthouden. Ja. Ik ga eerst even hier gewoon de steunzones zeggen. Hè. Dus de steunzones zijn voor mij de eerste, de 0.382. Ik denk wel dat dat een mogelijkheid is. Ik denk niet dat we na zo'n grote stijging dat we gaan stoppen bij onze 0.236-correctie. Moesten we ook hier die extensie nemen van, moest dit een ABC zijn? Ik zal even naar de dag gaan. Hè. Dit is dan weer Elliott Wave. Als dit een ABC is, dan zou het perfect kunnen dus dat we naar die 51.000 gaan. Ik zal dat straks ook tonen op de andere beurs, maar dit is momenteel CME. We gaan even overschakelen. Voilà. Dit is Binance. Dus nu heb ik hier Binance genomen. Dus als we op Binance gaan kijken, waar zitten onze levels hier? Mooi rond die 60.000. De volgende level is de 51.792. Dat is de level waar dat ik denk dat we kunnen op uitkomen. Ik ga nu ook eens even in Binance zo'n retracement trekken, want dat is blijkbaar verdwenen. Ik had die klaarstaan. Nou ja, zwart op zwart, dat gaan we niet zien. Hè? Voilà. Oké, en dan zien we hier ook die retracements. Een one-on-one, dan komen we uit op de 236 rond die 60.000. Failed dat, dan denk ik dat we hier naar die 1,86, 0,382 rond die 50.000 gaan gaan. Het zou me ook niet verbazen dat we tegen dan, dat onze daily 200, dit level bereikt heeft. Ik denk dat nog altijd, de daily 200 is voor mij nog altijd de king of the chart waar we naartoe kunnen gaan. Maar dus, dit is wel te verstaan dat we hier onder die 69.000 blijven. Dus als we zouden 69.000 doorbreken, dan acht ik het niet onmogelijk dat we gaan direct al voor een nieuwe high. Maar ik vind het naar mijn gevoel, dat is nu puur mijn buikgevoel, nog iets te voorbarig. Zeker omdat de halving er nog niet is. Oké. Zal ik mijn bijkomende analyse er ook op geven? het komt een beetje overeen. Wacht, ik zal eens even mijn scherm hier delen. Voilà, dus... Wat voor mij heel belangrijk is, dit is nu een heel groot timeframe, maar met dit timeframe wil ik ook bewijzen, dat is het monthly timeframe, wil ik bewijzen dat je eigenlijk niet meer nodig hebt dan of dat je toch veel data uit het monthly timeframe kunt halen. Ja. Nu, wat zien we eigenlijk hier? Ik heb hier de rode lijn, dat is onze previous all-time high van 2021. Ja. Wat wil ik inderdaad zien? Of wat heb ik ook in de weekly geschreven? Toen was dat nog niet het geval. Nu, bij de weekly close te naderen, is dat wel het geval. En dat is eigenlijk dat we boven deze rode lijn moeten sluiten voor een eerste bullishness. Dus we moeten
deze sowieso voor de monthly, of ja, voor boven de weekly moeten we, hè, dus op weekly moeten we daarboven closen. Maar hè, het zou nog bullisher zijn als we binnen 23 dagen, het is nog wel even, binnen 23 dagen en 5 uur daarboven gaan sluiten. Nu, de weekly is een timeframe lager. Dat is al een eerste stap. Hè. Dat is al een eerste sign van, oké, dat is hier bullish. Maar we hebben gezien, we zijn een nieuwe maand begonnen. We zijn hier inefficiënties gaan opvullen. Oké, we zitten hier nog met een kleine inefficiëntie. Als ik de Liquidity Hunter zou opzetten, zitten we hier nog met een heel kleine inefficiëntie. Maar dat was begin van de maand een heel stuk groter. Dus er schiet niet meer veel over. Hier zit nog wel echter heel veel inefficiëntie. En als we dan gaan kijken naar het equilibrium, zitten we rond die 54.000. En die 59.005 praten we al zeer lang over. Ik denk dat we daar onder kunnen gaan. En dat we dan uiteindelijk in deze zone, moesten we bearish blijven, maar dat we ergens in deze onderste zone van de bovenste helft van de inefficiëntie, dat we hier dan ergens liquiditeit kunnen gaan ophalen. Nu, als we zo sluiten, moeten wij onze bullish thesis blijven verder zetten. Dan is er geen reden voor lager te gaan. Wat zouden we dan eigenlijk in de volgende maand sowieso moeten zien? Of in deze maand zelfs, dat wij eigenlijk die 71.288, de high, de open van deze maand, dat we die terug gaan doorbreken. Dus de open van april moeten we eigenlijk terug gaan doorbreken. Als we gaan kijken, dan zie je ook heel mooi op de weekly chart dat we momenteel gewoon aan het consolideren zijn met deze candle. Dus deze candle, dit is de high, dit is de low. We zijn daar gewoon boven aan het consolideren. Wanneer gaan wij een doorbraak zien of een expansie zien? En hou je dan maar vast, volgens mij. Ik denk dat dan het spel gewoon vertrokken is tot 93.000. Mm-hmm. Dat is rond die 73.777.00. Market makers. Om exact te zijn. Ja, dat is echt 0.00. En die onderste lijn, maar dat is het zotte eraan, die onderste lijn is 64.533.00. En dat is gewoon de high en de low van die candle. Het is gewoon een zone die gecreëerd is om binnen te consolideren. Als we onderaan uitbreken met een candle close op weekly, dan gaan we deze levels opzoeken. Als we daarboven closen met een candle close op weekly, en dan zijn we gewoon vertrokken. Dan gaan we nieuwe dingen hebben, nieuwe expansie. En dat is toch wel interessant. Nu, als we gaan inzoomen op die 12 uur, ik ga even die liquidity gaan eruit zetten, dan zien we eigenlijk het volgende, en dat is nu toch wel belangrijk. We hebben hier een structuur opgebouwd, gewend. Dus dat is die low van 59.005 waar ik naar kijk, waarvan ik denk dat we onder deze low ergens liquiditeit kunnen gaan halen, moesten we bearish worden. En dan zit dat volgens mij rond deze zone hier. Moesten wij blijven verder zetten waar we nu mee bezig zijn, omdat wij het nog altijd higher lows aan het creëren zijn. Dus we zijn in principe nog altijd bullish aan de onderzijde. Aan de bovenzijde creëren we lower highs, zijn we eigenlijk bearish. Allee, momenteel. We zijn nu ook weer al een lower high aan het neerzetten. Maar je ziet dat we hier wel, als ik hier een blauwe lijn bijtrek, we zijn hier wel aan het squeezen. Dus we zijn hier echt wel, en je ziet het tot op de tik, dat we hier aan het squeezen zijn. Ja. En dat we de doorbraak, dus we hebben hier onze consolidatie gehad. Ik ga hem even tekenen. Maar ik denk wel dat er zijn momenteel zoveel shorts daarboven, dat als we inderdaad dat doorbreken, die gaan al dat je echt een massa liquiditatie gaat zien nu. Tuurlijk. Tuurlijk. Ik denk dat ook. Ja. Ja. Dat is een beetje mijn mening. Maar we zien hier heel mooi... we hebben is dat nu ook op 69.000? Of dat was het? Ja, 69.000 is ook de level. .00. Nu, wat zien wij? We hebben gezien dat wij in deze zone hadden we eigenlijk ondersteuning. We waren hier higher lows aan het neerzetten. Dus het leek erop dat we waarschijnlijk deze trend gingen doorbreken. Is niet gebeurd. We zijn erop afgewezen. We zijn ook ineens toen in die periode uit onze consolidatie gegaan.
Deze candle was eigenlijk onze candle waar we naar keken, want volgens de price action indicator was dat een zeer sterke candle hier. Je zag dat ook. Vervolgens is het dan gebeurd dat wij, en dat is heel interessant momenteel, hebben wij dan een break of structure gehad. Dus we zijn er doorgevallen. Omdat we er door zijn gevallen, hebben wij nu hier resistance gecreëerd. Je ziet dat ook. Dus die levels die als support dienden, dienen nu als resistance. Ja. Dus dat is hier ons eerste level van resistance momenteel. Dat is wat ik ook bedoel met die fameuze 69. Hè. Dat is, daar moet, als we daar doorgaan, dan is het... Ja, het liefst nog voor boven dit level eigenlijk. Het liefst nog boven... Ja. Omdat je dan eigenlijk voorbij dat zware level zit. Ik heb in theorie gelezen dat er momenteel dat er zo'n massaliquiditaties zijn, dat we alleen maar daardoor alleen al erboven zouden schieten, maar ik wil het allemaal eerst zien. Eerst zien of we erboven geraken. Momenteel... Ik denk dat Bitcoin nog nood heeft aan meer correctie, maar ik zeg het... Alle technische analyse gaat de vuilbak in als de markt emotioneel is. Dat hebben we al vaker gezien. We gaan zien. Mm-hmm. En ook, wat ik ook al gemerkt heb, dat als één keer die inflows beginnen, dus daar, hier deze candle, daar had ik het over, heb ik ook aangeduid, zijn we blijven doorpushen. Hier is de liquiditeit wel weggehaald, maar je ziet dat dat toch wel een kantelpunt blijft. Ook die blauwe lijn die ik hier in het verleden heb getekend, blijft een resistance level. Dus het is zoals gezegd gewoon, als een keer die inflows en die outflows beginnen te gaan, dan hebben we niks te zeggen. Nee. Dus dat, nee, want dat iemand, is een... Frederik vraagt hier in de comments, zijn we niet aan een grote bullflag aan het werken? Ja, wij denken van wel. Hè. Als we gaan kijken, als ik daarnet spreek over een Elliott Wave, een ABC, als u dat interesseert, zo van die patronen, verdiep u dan zeker een keer in Elliott Wave-theorie of in de Fibonacci-theorie. Dat is inderdaad de onderliggende theorie voor die bullflags en bearflags en andere patronen die je gaat zien. Dus ja, we gaan er een creëren. Alleen is de vraag, hebben we ze al gehad? En zijn we nu begonnen aan het eerste stukje van benen omhoog? Of is dit nog steeds... een onderdeel van de correctie en van de bullflag. Dat is eigenlijk de hamvraag. Ja, maar en wat gewoon heel belangrijk is, ik praat zelden over patronen, oké, die doen zich alles voor, hè? Maar je moet je inbeelden, je hebt eigenlijk liquiditeitspunt in een chart. Mm-hmm. Plaatsen waar liquiditeit zit, gaat de prijs naartoe gaan. Externe liquiditeit, interne liquiditeit. Door die punten te gaan benaderen, dat werkt als een magneet, gaan we eigenlijk lows, higher lows, higher highs, lower highs gaan creëren. En het zijn die marktstructuren van die higher lows en die punten, die swing highs, swing lows, dat er eigenlijk een bepaald formaat wordt gecreëerd. Of een bepaald patroon wordt gecreëerd. En dat is eigenlijk waar de retail naar kijkt. Maar waar je eigenlijk persoonlijk zelf naar moet kijken, wat is er hier gebeurd? Wat is er in deze zone hier gebeurd en hoe komt dat? Hier zat een bullish orderblok. Hier zat gewoon een bullish orderblok en daardoor hebben wij een support gecreëerd. Hier net hetzelfde. Wat is er hier gebeurd? Hier hebben we gewoon een inefficiëntie gehad, waar we naartoe gewerkt zijn. Dus hier hebben we die inefficiëntie perfect opgevuld. In eerste instantie was dat resistance, daarna zijn we er doorgegaan en hier zitten we dan terug bij af. Maar we hebben wel nog steeds een higher low gecreëerd. En zolang dat gebeurt, moet je niet kijken naar een bullflag, moet je gewoon kijken, de markt is nog steeds bullish, dus niks voor je zorgen over te maken. Want je kunt ook gaan kijken naar een W-patroon of een head and shoulders, maar het is niet dat zo vaak uitspeelt. Je kunt beter gaan kijken van... is er een marktstructuur gebroken of niet? Als er nu een marktstructuur gebroken is, dan moeten we niet uit deze trendlijn breken. Hè? Dus het is niet zozeer dat wij uit deze trendlijn moeten breken. Want als je hierin stapt, dan kun je ook een soort van dubbeltopformatie krijgen. Je moet boven die 71.500 uitkomen, omdat dat je belangrijkste high is. Daar moet je naar kijken. Ja. Om meer bevestiging te krijgen. Wat ik ook even wil tonen, Tim, als je de mijne er nog eens bij kunt zetten, even, is waarom ik momenteel wat cautious ben. Dit is terug Bitcoin op de week op Binance. Oké, ik werk met indicatoren, dat is anders dan Tim. Als we weer gaan kijken,
naar, wacht even, momentje, naar onze commodity index. Voor mij tikt die naar beneden. Onze stock RSI die is overdue om naar beneden te gaan. Ik heb hier nog een paar andere die nog altijd aangeven dat we nog niet uit onze correctie zijn. Maar waar ik vooral naar kijk, en dat zal voor de meesten gekend zijn, dat is RSI. Als deze lijn het hier breekt, en hij is een beetje verschoven, ja, als deze trendlijn breekt, en ik verwacht dat, want je hebt 1 tik, 2 tikken, 3 tikken, dan gaan we denk ik eerst nog even naar beneden. En dat bevestigt voor mij, of laten we zeggen, laat mij eerder denken in de theorie, dus dat we nog 1 been naar beneden gaan. Wat niet wil zeggen dat de grote trend nog steeds bullish is. Hè? Dus ja, ik hou vooral, ik zeg het, die 60.000 en die 51.000 in de gaten als mogelijke bijkoopopportuniteiten. Ja, oké. We krijgen hier ook de vraag, en we zullen nu even de rest bekijken. Ik zal heel snel even over de dingen gaan, over de verschillende sectoren die ik zelf heb samengesteld. Dus ik heb, wat heb ik gedaan? Ik heb per marktkapitalisatie een gewogen gemiddelde gepakt en dat allemaal op TradingView ingegeven. En we hebben nu bijvoorbeeld de meme sector. Ik ga zo biedt naar Ada kijken, geen paniek. Maar we zien hier de meme sector. Ziet je dat we eigenlijk een hele mooie structuur hebben? Dat is zot, maar dat is, eigenlijk de top 10 van de meme coins. En wat hebben we gewoon gedaan? We zijn naar beneden gegaan. We hebben hier onze vraagzone opgepikt. Ja. Dat is hier onze vraagzone. En vervolgens zijn we gewoon terug naar boven gegaan. Waar zit uw resistance? Ja, die meme coins kunnen volgens mij nog een stukje gaan. Want de eerste resistance, dat is nu al op daily. Allee, dat is op daily. Oh, daar zit de resistance. Wat is de startdatum van deze grafiek? Dat is vrij jong. Dat is 16 maart 2024. Omdat die begint met de laatste toegevoegde memecoin. Dus okay. Als ik die zou verwijderen, dan gaat die langer zijn. Dus dat kan ik. Maar ik wil een iets zwaarder, een zwaarder index door er meer aan toe te voegen. Waardoor ik snap het, maar ik ben altijd, ik ben altijd voorzichtig met analyses te maken op zo weinig historiek. Tuurlijk. Maar op zich wel heel mooi om te zien. Wat zien we hier verder nog? Ordinals, ook heel interessant. Dat is hetgeen wat op Bitcoin draait. Mm-hmm. Hier zijn we momenteel aan het doorbreken. Dus die trend dat jij zegt straks, op daily, ziet er eigenlijk goed uit. Onze resistance zit in deze zone. Als ik de supply and demand screener van ons even opzet... Ziet je dat we hier tegen een heel sterke resistance zitten, die vrij groot is hier. Maar het is wel interessant natuurlijk om het te gaan bekijken. Dat was de reden waarover we straks praten. Hè? Dat die miners minder bitcoin of geen bitcoin minder verkochten dan gedacht, omdat zij misschien dit ook aan het bekijken zijn. Hè? Ja, inderdaad. We zien hier dus de sector die het hardst boomt momenteel, is Ordinals. Ja, BRC20 tokens en nog altijd memecoins. En tot op heden zie ik daar nog geen verandering in. Wat ik hier wel zie, als ik ga kijken naar de restaking protocollen, zien we dat er hier wel een consolidatie bezig is. Een consolidatie bekijk ik eerder van hier tot hier. Dat is gewoon onze candle van consolidatie. Mm-hmm. Ik ga die niet in het rood zetten. Maar hier zitten we met een mooie consolidatie en meer... Met het neigen van, kijk, we willen hier precies doorpushen. Als we hier een daily candle close krijgen, liefst een weekly candle close, dat is altijd beter. Maar dan zou dat wel een positief gegeven zijn, ook voor die sector. Dus het moet maar ene zijn, alt of zo, alt eigen layer of zo, die even moet pushen. En dat je dan die hype... ik ben eens benieuwd of de index goed gaat volgen, of het iets meetbaar is. Maar ik ga het alleszins goed opvolgen. Dan gaan we nog 3 coins doen, Gwen. We hadden Sand gekregen, ADA, nu ook Solana. Is het goed als ik even Solana afwerk en jij dan... pak jij maar eerst ADA. Ik ga gewoon even zien. Laat ik hier staan, ADA. En Sand. Deel maar eerst mijn scherm, hè. Ja. Oké, dus dit is een Cardano. We zijn bij ADA bezig. Nu,
duidelijk aan zijn uitzendaland komen. We zijn hier aan die daily bezig. Uiteraard, je moet altijd de correlatie tellen met Bitcoin. Je hebt hier ook duidelijk een five-wave structure die voltooid is en die zich nu aan het corrigeren is. Wat dat ik altijd bekijk, hè, en dat is, okay, dat is big picture, ik weet niet wie er hier short-term of long-term is, maar voor mij, om een coin, om daar nog maar te kunnen spreken over een revival, moeten we eerst voor mij die 0.236 FIP voorbij. Bij ADA is dat op 0.9999. Dat is voor mij die eerste zone. Beetje jammer dat het in de eerste grote move omhoog van Bitcoin dat niet heeft gehaald. Nu, ik moet toegeven, Cardano, ik zeg het, die hebben zwaar geleden onder hun netwerkproblemen. Ik heb het sindsdien ook minder opgevolgd, omdat ik het daarom voor mij ook minder interessant vond, zoals anderen. Ik denk dat zij vooral hun beleggers en vooral de programmaontwikkelaars gaan moeten overtuigen van hun nut als Cardano terug naar zijn oude glorie wil gaan. Ik blijf hier voorlopig vanaf. Ja, ik ben ook geen Cardano-fan. Dus, voilà. Absoluut niet. Als we dan gaan praten over... Ja. Ja, ik zal Solana doen en dan geen cent. Goed? Ja. Als we dan gaan kijken naar Solana, ja, dat laat iets heel anders. Jij moet switchen. Voilà. Wat zie ik hier voor Solana? Solana zit ook in consolidatie. Die candle hier, dit is onze consolidatiecandle. We zitten hier nog wel met een open structuur. Hè. Dus als we onze liquidity hunter aanzetten, zitten we hier met high liquidity in efficiëntie. Deze hier is volledig mooi opgevuld. Dus die telt voor mij niet. Deze zit hier op een heel interessant level. Dat heb ik al heel veel herhaald. 48. Maar ik denk dat dat pas iets is voor de volgende bear run. Dat is een beetje mijn idee. En Solana kan hard terugvallen, geloof me vrij. Momenteel zitten we in consolidatie. Zijn we wel een bearish orderblok aan het printen. Als ik de supply and demand screen erop zet. Zitten we hier zelfs op een oude bearish order. Oei, die verspringt. Dat is niet juist. Wacht, hè. Moet ik eens even zien, secondje, hè? Want ik ben hier... Ik ga even in deze pakken, want dat is onze nieuwe... daar zijn ze al aan het sleutelen. Sol. Voilà. Deze gaat dat minder hebben, of niet hebben. dus we zitten hier met een... Kijk, voilà, dat is hem. Die had ik nodig. We zitten hier met een ding. Dus dit was onze supply van Solana. Ja, dus daar, die hebben we volledig opgevuld. Wat wil dat nu juist zeggen? Die is gewoon klaar. Die liquiditeit is weggenomen. Ja. Waar kunnen we naartoe gaan? Dat is naar deze zone hier onderaan. Maar we hebben hier nog geen structuur doorbroken. Dus we zijn in principe... dit is hier onze consolidatiezone. We zijn nog steeds bullish. Sowieso. Ja. Ik zie geen reden waarom we bearish moeten zijn. Oké, we kunnen hier lager gaan, maar dan kijk ik eerder naar een 160, dat eventueel nog zou lukken. Maar ik denk dat je daar niet veel tijd voor gaat hebben als dat lukt. Dan denk ik dat we een heel sterke liquidity grab zouden hebben, onder die low hier zo, en dat we dan gewoon kunnen vertrekken. Deze trendlijn is trouwens ook interessant. Om over te schakelen aan de volgende, maar zoom eens uit alsjeblieft op Solana. Tim, dat je zoveel mogelijk van de historiek ziet op de dag. Wacht, ik ga even alles uitzetten. Hoe zit dat hier? Oei. Er zit ook niet alles weg uit. Highball. Wacht. Ah ja, amai. Ik had dat nog niet gezien. En dan goed uitzoomen. Okay. Op een weekly of op een daily? Doe eens een weekly, dat maakt niet uit. Oké. Dus dit is naar aanleiding van Sand. Oké. Dus wat we hier zien, en dat is gewoon gezond verstand, is dat je hebt een coin die is gestart, die is een beetje gedaald. Dat is niet abnormaal, dat zijn gewoon begininvesteerders die direct hun winst pakken. Hè. Maar dit is een grafiek met potentieel. Ik zou bijna zeggen een gezonde, omdat de low daar in 2023, eind
En ja, daar, voilà. Die is nog altijd boven de vorige haai van de start. En we zijn terug naar boven aan het gaan. Dat is een gezonde grafiek voor mij. Als je nu switcht naar mijn scherm, naar Cent. Ja. Wat zegt uw gezond verstand u? Dit is een coin die Cent, dat was de vorige hype, hè, GameFi. Dat is gehyped, maar je ziet, die coin voor mij... Persoonlijk is die, allee, toch lange termijn, zou ik hier niet in investeren. Die coin is niet meegegaan op, de, hè, op het herstel na de bear market. We hebben zelfs die 236 FIP, die is daar nog ver boven. Ben jij een ervaren speculant, by all means, speel ermee. Maar allee, ik denk, als je dit ziet, dit zijn voor mij coins die, waar ik van weg blijf. Wat is uw mening daarover, Tim? Ja, dat hij nu tegen resistance aan zit. Ja, en dat hij waarschijnlijk nog... waarschijnlijk... wacht, hij... Ik zal even meegaan. Oké, voor degenen die toch absoluut erin willen investeren, ben ik hier ook aan het wachten. Net zoals bij Bitcoin verwacht ik... Of mijn gedachte is dat hij ergens hier rond zijn 200-daags gemiddelde... een bounce gaat krijgen, waarschijnlijk ongeveer waar dat Bitcoin ergens gaat zijn, of misschien hierbij. Wacht, we gaan eens... I will indulge. Ik zal direct mijn dingen van Cent laten zien, maar ik deel uw mening, hoor. Ik deel uw mening. Ik zal de ene hier wegdoen. Dit is voor speculanten. Ja. Dus ja, hier, dus dat zijn 8, ja. Als het dat houdt, maar dit is niet één van de... Dit is oude glorie. Ja? Voor mij is dit niet meer... Alleen dan denk ik dat er beter projecten zijn. Ik denk... Ja, en waar ik nu vooral naar kijk... Hè, als we bij onze technieken gaan werken... Dan zie ik eigenlijk een beetje hetzelfde als Sven. Ik heb nu een retail trendlijn getrokken. We zien dat we daar een soort van squeeze hebben gecreëerd. Dat we die expansie wel hebben gehad. Maar waar ligt de belangrijkste zone... Hij ligt rond die high hier zo. Dus ik zou eigenlijk zeggen, dit is een strong high. Dit is ook een strong high, maar ik ga de eerste pakken. En dan zit je eigenlijk op de punten die ik nu ga uitzetten. Deze hier, daar hebben we een afwijzing gehad. Hier hebben we een afwijzing gehad. Hier hebben we een afwijzing gehad. Dus dat gaat een heel belangrijk pivot point worden. Die 0.9061 gaat een belangrijk pivot point worden voor onze vriend Cent. Ja, als ik nu de Dynamic Range Analyzer, onze support en resistance levels, met andere woorden, zitten we hier met heel veel resistance momenteel, die supply and demand screener. Maar de Dynamic Range Analyzer laat het nog iets interessanter zien. We zitten hier met twee smalle ranges. Die twee smalle ranges, dat betekent doorgaans dat er een heel sterke resistance zit. En daar is hem nu ook op afgewezen. Dus ten opzichte van de belangrijkste highs, ten deze... zijn we nu terug lower highs aan het printen. Dus ik zou zeker niet investeren, of zeker geen posities nemen in Cent, vooraleer wij die 1.2 rond, ook weer al rond, gewoon, dat is ongelooflijk, 1.2 rond, als we die doorbreken, denk ik dat we misschien nog een hele mooie run kunnen zien. Maar geloof jij nog in Cent als project, eerlijk? Denk je niet dat het Nee. Weet je wat het is bij mij... Waar wordt alles op gebouwd? Alles wordt gebouwd op een SUI bijvoorbeeld. Een SUI heeft nu ook wel een patat gehad. Hè, maar wordt gebouwd op Ethereum, Solana. Cardano, daar komen niet veel projecten op bij. Het is dat heel belangrijk is. En ik weet dat Cent was een soort van platform voor gaming. Maar gaming is iets dat heel... vloeibaar is, zal ik maar zeggen. Je moet ook jaarlijks een nieuwe Call of Duty hebben, of je blijft je spelers niet behouden. Ja, gaming in crypto hand in hand met NFT. En... Ja, voilà. Ja, heeft het niet gehaald, hè. Daarmee, ik kijk niet meer naar die dingen. Ik denk dat, ja, play to earn denk ik zelfs ook niet. Mijn persoonlijke mening is eerder van, dat is goed voor quick gains, als dat hyped in een bullrun. Dus je hebt nu ook veel games die er zitten aan te komen op Avalanche.
Hoe noemt hem nu weer? Ja, het maakt niet uit. Maar op Avalanche komt een heel interessante game die ook al langer bestaat in de traditionele wereld. En MapleStory, zo is het. MapleStory. Mm-hmm. Maar dat is iets dat ik niet voor de lange termijn ga vasthouden, maar wel mega... Allee, ik ga dat wel misbruiken, ja, ja, dat ding. Dus, ik zeg nogmaals, hypes zijn voor mij, voor ervaren traders. Hè. Ik vind, ja, dat geen spel voor beginners. En dat is eigenlijk belangrijk. Ik kreeg de vraag in onze premium Discord van, ja, wat moeten we hier nu eigenlijk aankopen? Want er zijn heel veel interessante projecten. Ik zeg ook van, kijk, je hebt eigenlijk, als je er echt mee wilt bezig zijn en je wilt je tijd erin steken, heb je 3 soorten wallets. Je hebt je lange termijn wallet, waar sowieso een Bitcoin, een Ethereum en ook wat Solana in zit. En andere fundamenteel sterke layer 2's eventueel, omdat dat wel belangrijk kan zijn voor Ethereum. Dat zijn je long terms. En dan nog volg je die op, als die niet voldoen aan je principes of je voorwaarden, gaat je daar ook in skippen en in heralloceren. Je tweede portfolio is eigenlijk meer, als je dat wilt, dat moet niet, je trading portfolio, waar je mee gaat werken om inzichten te leren vergaren, waar je eigenlijk je eigen oog traint. En dan heb je een derde, dat is je degen portfolio, noemen we dat. Dat is eerder voor alle nieuwere projecten in deze bullrun is te gaan oppikken en te zien wat dat doet. Hoeveel procent allokeerde je daaraan? Maximum 10% maximum. Toch redelijk. Maar hangt er vanaf. Natuurlijk, je moet daar heel, hoe zal ik het zeggen, bedachtzaam mee omgaan. En dan zou ik eerder voor trading rond de 20% zitten en 70% voor long term. Ja, nu, in eerste instantie, als je beginnende bent, gaat je eerst voor de long term gaan tot je een fatsoenlijke portfolio hebt opgebouwd en dan kun je portfolio's wat gaan opsplitsen. En tot je fatsoenlijk hebt geleerd hoe je moet traden. Ja, ik zou zeker niet in het begin al direct met die 3 grootorders gaan werken. Dus... Goed. Weimar in de comments zegt, hè, wat is een voorbeeld van een project waar jullie naar kijken in de toekomst, als er nog tijd is? In alle eerlijkheid, de trein heeft het station al lang verlaten, dus in die zin is jouw vraag moeilijk te beantwoorden. Het enige wat je nu nog kan doen, is als trader, of als je genoeg kent van analyse, is ergens op een dip er nog mee in te springen. En dan hangt er natuurlijk vanaf, weer al, wat is jouw bedoeling? Korte termijn, lange termijn? Ben jij een beginner? Ben jij een ervaren trader? Dat zijn allemaal vragen die je eerst moet beantwoorden voordat je project kiest. Ben jij een beginner en hou je het bij Bitcoin en wat Ethereum of infrastructuur bij uitbreiding, maar blijf jij van de rest af? We hebben Bitcoin aan een gemiddelde prijs van 18.000, 19.000 gekocht. Ja. Hoe komt dat? Dat is gewoon omdat jij met een bepaalde accumulatie- of DCA-strategie werkt in je bear market vanaf een bepaalde zone, lees onder de realized price bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daar gaat je dan accumuleren en je doet eigenlijk exact hetzelfde, simultaan, voor projecten waar je in gelooft, lees een Ethereum, lees een Solana. En nu zijn er ook nog andere projecten die meer en meer beginnen te ontpoppen, maar je gaat niet op het einde van de bear market weten welke projecten eigenlijk de hype gaan zijn in deze bullrun. Daar gaat je eigenlijk moeten spelen, dynamisch. Je gaat dynamisch moeten zijn. Ja. Dus dat is een beetje een fetch. Ja, fetch, ik heb mijn mening erover. Fetch, je ziet daar heel weinig development activities op. Je roadmap trekt op niks. Dat is absurd hoe fetch gegaan is als je gaat kijken hoe het project ineen zit. En het is daarom dat er ook nu een fusie is tussen AGX, Fetch en Ocean, omdat dat eigenlijk bijna dood projecten zijn, in mijn ogen. Die hebben gewoon geluk gehad bij AI. Ja, ik ken hem niet. Fetch. Fetch, dat is AI gerelateerd. Ah ja, oké. Ja. En die heeft gewoon van de hype, van de hype geprofiteerd. Ook al zit die fundamenteel niet zo goed, vind ik. Nee, dat zijn die er garantie gaan uitvliegen in dat Bitcoin keert. Ja. Dus die gaan we niet meer terugzien in de volgende cyclus. Dus dat is een beetje mijn mening daarover.
ja, ga gewoon met een goede strategie gaan accumuleren. En vergeet ook niet op tijd winsten te nemen. Als jij bijvoorbeeld van 2021 al in de markt zit met een Solana. Ik heb Solana verkocht op 180. Ik heb die teruggekocht op $18. Geen een zever. Oké, die is naar $8 gegaan, hè. Oké. Okay. Ja, okay, maar dat is... Allee, dan, ik zeg het... grote beginnersfout, toppen en bodems najagen. Begin er alstublieft niet aan, want je gaat je broek scheuren. Het is zoals Tim zegt, je moet beter liefst een beetje te vroeg winst nemen dan te laat. En zeker in een bodem moet je best, als je het niet weet, anders weet, DCA, dat wil zeggen, gespreid in de tijd... aan een goede gemiddelde prijs gaan inkopen. Gaat dat de laagste zijn? Nee, maar dat maakt niet uit. Allee, er zijn ook weinig mensen, ik ken er bijna geen, die perfecte toppen of bodems kunnen voorspellen. Laat staan in iets volatiel als crypto. Dat is niet te doen. Daar streven wij ook niet naar. Hè. Ik zou ook echt niemand aanraden. Dat is, je mocht dat van iemand verwachten. Dat is ongezond. Ik heb mijn Solana's, dan ga ik echt afsluiten, maar ik heb mijn Solana's altijd bekeken als een tweede Ethereum. En ik weet wat ik geaccumuleerd heb in Ethereum, en ik dacht, deze wordt... Ja. Ik ga niet dezelfde fout, want dat is geen fout, maken als bij Ethereum van minder te accumuleren. Weet dat Ethereum, dat ik er al in zit van 2015 of zo. Dus, maar je denkt achteraf altijd, had ik maar iets meer erin gestoken. Dus die dingen heb ik bij Solana het risico genomen van eigenlijk in die bear market te gaan accumuleren, maar toch wel vrij heavy. Maar mensen die mij nu vragen, ja, hoe komt dat je bij 900% winst zit? Ja, door erin te accumuleren wanneer jij er nog niet over praten. Ja, nu is het niet meer de moment. Allee, het is voor de gains te maken, voor mooie gains te maken wel, maar de gains, dat je zegt een maal 10 op die projecten, forget it, hè, vanaf hier, dat gaat niet gebeuren. Het enige project waar je dat nu nog kan doen, is bij de extreme high-risk projecten. Ja, memes. Maar, memes, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Dat is, maar weer al alleen maar als je echt kan treden. Ja. En je moet ook wel geluk hebben, natuurlijk. Ja. Oké. Voor de overige kijkers, ja, vergeet niet te liken. Ik vond het heel interessant. Normaal duurt het niet zo lang. Hè, maar ik vond het zelf een hele interessante call gewoon. Het is een beetje ontspoord. Dat gebeurt wel vaker met ons. Ja, maar de tijd is heel snel gegaan. Ik wil Gwen echt heel hard bedanken voor uw inzichten. Geef ze een visueel applaus. Ga zeker naar haar YouTube-kanaal Cryptoschool, waar ze ook haar inzichten ook nog verder op deelt. En ja, vergeet ons niet te liken en te abonneren, want we zijn hier elke week terug opnieuw. Gwen elke maand. En we steken er toch telkens best veel tijd in om jullie van de beste informatie te voorzien. Dag en bedankt. Fijn weekend verder. Fijn weekend. Bye bye. Bye bye.